geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorgen. Daarnaast hebben we Anouk Hulo, klinisch psychologe. Ze werkt als zelfstandige samen met het Militair Ziekenhuis Koningin Astrid, voornamelijk met het Centrum Crisispsychologie, Dienst Individuele Hulp. Zij is actief binnen de groep Wonen en de multidisciplinaire praktijk Tripsico. Sinds 2011 is zij voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Klinische Psychologen. Naast mij hebben we de heer Marcel van der Auwera, coördinator inspectie, provinciale geneeskundige commissie en medische dispatching, directoraat-generaal basisgezondheidszorg en crisisbeheer, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Hij heeft een master na master in disaster medicine met als thesis onderwerp The Mental Well-being of Disaster Caregivers. En rechts van mij hebben we psycholoog en psychotherapeut mevrouw Libin Yolande, qui travaille aussi en privé en maison médicale et à l'hôpital psychiatrique Le Domaine ULB Erasme. Ikzelf ben Boem Dilareski, huisarts solo uit Waregem, West-Vlaanderen en afgevaardigde van Domus Medica. De sessie verloopt dat de intervenianten elk, dacht ik, een tiental minuten spreektijd krijgen en dat er dan ook mogelijkheid is om te interageren. Dank u. We beginnen met professor de Leverleire. Dank u wel en goede namiddag. Mij is gevraagd om hier een kleine interventie te doen, omdat in een van de voorbereidende contacten ik nogal enthousiast uit de hoek kwam over de samenwerking met een aantal psychologen in de eigen praktijk waarin ik werk. Dat is in de regio Mortsel. Ik werk daar in een praktijk met 6 huisartsen, met in naburige gemeenten een aantal psychologen waar wij regelmatig beroep op doen. En ik heb dan geluk, mag ik wel zeggen, om getrouwd te zijn met een psychiater die een groepspraktijk heeft aan de andere kant van de straat. Wat wil zeggen dat de connectie en het contact leggen met die mensen enigszins wat gemakkelijker gaat en dat wij als huisartsengroep redelijk laagdrempelig en zonder lange wachttijden beroep kunnen doen op gespecialiseerde expertise. En het is vanuit die ervaring die wij op dit ogenblik ook een beetje op een systematische manier aan het bekijken zijn, dat ik wat ervaringen wil vertellen, met name in het begin van dat proces, van dat samenwerkingsproces met een van die psychologen, die ook psychotherapeut is, maar die door het gebrek aan terugbetaling eigenlijk een behoorlijk hoge turnover heeft, wat voor ons het voordeel heeft dat we gemakkelijk mensen kunnen inschuiven, heb ik daar mee over zitten praten en dit ook voorbereid. Dus het is laagdrempelig en waar wij in het begin zagen dat de collega's nogal gemakkelijk verwezen zo'n beetje van, god, dat is hier psychologie, dat gaat me een beetje te boven, ik word een beetje ongemakkelijk, ik ga dat doorsturen, telefoon aan de andere kant van de straat, kunt volgende week dinsdag komen. Dat er daar doorheen de loop van de 6 jaar dat dat nu bezig is, een heel proces ontstaan is. En ik dacht dat dat interessant was om daar kort over te vertellen. Met name dat door de interactie, de één door de verwijzing, maar twee ook door de rapportage, die er in ons geval zeer uitdrukkelijk en zeer goed is, dat daardoor ook bij die huisartsen meer en meer vertrouwdheid met die problematiek ontstaat en dat ze voor een aantal zaken zeggen, god, ik heb dat nu een paar keer gezien, dat kan ik ook, daar durf ik, dat potje durf ik lichten zonder er schrik van te hebben dat ik het niet meer onder controle krijg. En dat is dus toch een belangrijke boodschap, samenwerken tussen huisarts en psychotherapeut is een proces dat je een stukje moet leren en dat heel sterk kan ondersteund worden door de persoonlijke ervaring. En daar denk ik inderdaad dat het belangrijk is dat mensen kort in de buurt elkaar leren kennen en elkaar ook zien. Een beetje kunnen kijken, wie is dat hier? En zo hebben we een van de andere psychologen waar we regelmatig mee werken, zat vorige week
in de wachtzaal bij ons. Is hier vandaag ook aanwezig. Ik weet niet of ze in deze werkgroep zit. En ik ging ze groeten. Zeg, ja, ik kom overleggen met uw collega, want we hebben 4 patiënten samen. En we lopen bij elkaar, bij manier van spreken, een beetje binnen en buiten. Wat we daar ook uit geleerd hebben, en ik denk dat dat heel belangrijk is, en misschien toch een belangrijke boodschap naar de minister die er vandaag niet is, maar we hopen dat dat dan voldoende wordt doorgeseind, dat wij hopen dat indien er regelgeving en eventueel terugbetaling komt, dat dat op een manier kan die niet direct gekoppeld is aan het kleven van labels, laat staan DSM-4 en nog erger DSM-5 labels. Wat ik daarmee bedoel is dat de psycholoog waar wij mee werken heel veel probeert duidelijkheid te krijgen, zicht op de context, zicht op de mechanismen die er zijn, eerder dan een diagnose te plaatsen. En ik vrees een beetje het systeem van nomenclatuurnummers en dat soort zaken kennende, dat men snel in de verleiding zal komen om terugbetalingen of systemen van samenwerking te koppelen aan bepaalde diagnosen, waardoor je dan eigenlijk een hyperinflatie krijgt van het stellen van diagnoses, zodanig dat we nu meemaken bij de kinderpsychiaters, dat die allemaal bezig zijn met het stellen van diagnoses en geen tijd meer hebben om therapie te doen. Dus wij hopen dat dat echt niet gebeurt, want het juist uit in context brengen, kijken wat de betekenis is van die klachten, kijken wat de mechanismen zijn achter de somatisering die er heel vaak is, dat we daar eigenlijk heel veel uit leren en dat we daar heel veel aan hebben. Nadat ik denk dat dit een heel belangrijke mogelijkheid zou kunnen zijn voor de eerste lijnspsycholoog. En indien nodig is er natuurlijk een goede opstap naar verdere psychotherapie. Maar ik denk in de grote groep van mensen die we verwijzen, dat dit de essentie is van het proces dat er gebeurt en dat dat daarom allemaal niet heel veel sessies in beslag moet nemen en dat er inderdaad maar een kleine groep is die meer nodig heeft. En het vertrouwen dat huisarts daar zelf in ontwikkelt is daar ook een heel belangrijk element in. Een laatste element, misschien om het niet te lang te maken, dat ik daarin wil aanhalen, is dat wij, en dat hebben we ook gezien in een andere samenwerking, in een andere praktijk, wat we nu uitgeschreven hebben en wat nu aanvaard is om gepubliceerd te worden, is wanneer we gaan kijken naar wat verwachten die huisartsen nu? Met welk idee hebben ze verwezen? Wat was eventueel de expliciete vraag die ze gesteld hebben? En wat heeft die psycholoog daar nu mee gedaan? En we hebben dat op een heel systematische manier nagekeken in de universitaire huisartsengroepspraktijk in Leuven. En wat daaruit kwam was dat in 90% van de gevallen die psycholoog helemaal niet deed wat die huisarts verwacht had of gevraagd had. Maar dat die huisarts toch heel tevreden was. Dat wil zeggen dat we daar toch nog heel wat in kunnen leren samen. En ik heb aangename genoegen gehad om met Aniki naast mij de afgelopen weken meerdere contacten gehad te hebben hierover, dat we samen als beroepsgroepen nog een hele weg af te leggen hebben in het leren aanvoelen van hoe dat zit en hoe we die samenwerking vorm kunnen geven. We hebben in een boekenreeks over kwaliteitsvolle communicatie, boek deel 3 komt binnenkort uit, maar in boek deel 2, het is uitgegeven bij ACCO, communicatie in de zorg, een beetje reclame maken, staat een hoofdstuk over hoe verwijzen naar de psycholoog, de psy-functie, ik zal het maar zo noemen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dat toch nog iets anders is dan verwijzen naar een cardioloog of een gastroenteroloog. Er zijn toch een aantal gevoeligheden, een aantal elementen van shared decision making, van fijn aanvoelen wat de patiënt juist wil, wel kan, hoe ver hij of zij wil gaan. Dat een heel ander proces, een heel andere dynamiek is dan de klassieke verwijzingen die we doen. En we proberen dat in Leuven onze studenten ook zo te leren. Ik heb dan ook even aan onze psycholoog gevraagd, ik moet dat zaterdag gaan vertellen, welke boodschap kan ik van u meenemen? En zijn boodschap was, wat hem opvalt in die groep in 6 jaar samenwerken met een groep van 6 huisartsen, is de zeer grote verscheidenheid in doorverwezen patiënten,
zowel wat bekeken vanuit de aard van de problematiek als de ernst van de problematiek. Dus hij krijgt overwijzingen van zaken die redelijk licht zijn, maar ook de overwijzingen van zaken die behoorlijk zwaar zijn. Daar zit een zeer grote variatie in de zin, er zijn verwijzingen die regelrechte indicatie zijn, zoals schrijft hij, voor psychotherapie. En hij ziet ook heel veel verwijzingen die te maken hebben met relationele problemen. En blijkbaar is dat iets wat we dan in onze praktijk op zijn minst, ik kan niet spreken voor Hans Vlaanderen, maar misschien dan toch wel wat minder in de vingers hebben. Maar misschien ziet de huisartsen, die vaak gezinsartsen zijn en zowel man als vrouw als patiënt verzorgen, ook vaak een beetje moeilijk en op een tweespalt of tussen twee stoelen wat dat betreft. En wat betreft therapie motivatie en therapie bekwaamheid, schrijft hij, is in die groep van patiënten die wij hem doorgewezen hebben een groot verschil in wat patiënten daarin aan willen, aan kunnen en aan durven, zullen we soms maar zeggen. Er zijn mensen voor wie een advies en geruststelling voldoende is. Er zijn mensen die verder kunnen met het aanreiken van een denkkader of een vertaling of een plaatsing van. Zeer zeker bij somatiserende patiënten is dat zo. Ik denk dat we daar heel wat zouden kunnen besparen voor de somatische sector, indien we daar wat meer zouden kunnen op elkaar terugvallen. En er zijn ook typologieën van zo de prototype begeleiding die hij ook nogal eens regelmatig doet, bijvoorbeeld rouwbegeleiding. En een laatste bedenking die hij had in het aspect van samenwerking tussen de twee groepen, droomt hij ervan om toch eens terug de Balint van onder het stof uit te halen en dat hij er vanochtend tijdens een soort Balint-training van huisartsen eigenlijk heel veel zou kunnen betekenen voor de interactie tussen de twee disciplines. Dank u wel. Dank u wel. Ik kan vooral praten vanuit ervaring binnen een CGG in het leger en een multidisciplinaire groepspraktijk. Ik heb het geluk gehad om eigenlijk direct te kunnen gaan samenwerken met een psychiater in die groepspraktijk, in zoals we dat noemen de burgerij. En daar hebben we, aangezien dat die psychiater al gevestigd was in een bepaalde regio en vertrouwd was in de samenwerking met artsen van lokgroepen, hebben wij de gelegenheid gehad om als psychologen en psychotherapeuten die in de groepspraktijk zijn gestapt, ons te kunnen presenteren aan een hele grote groep artsen, doorverwijzers, zorginstellingen die in die regio zijn gevestigd. Wij hebben dat eigenlijk gedaan met een openingsreceptie. Punt 1, een openingsreceptie is een prettig gegeven. Maar ook omdat dan op die manier onze gezichten gekend werden, dat ze ook konden zien wie dat we waren en wat dat onze specialiteit waren. En dat maakt het voor artsen, hebben we uiteindelijk gemerkt, veel makkelijker om door te verwijzen. Ik hoorde er straks in de uiteenzetting eigenlijk een van de artsen zeggen en ook een van de psychologen zeggen, ja, hoe kennen we elkaar, hoe weten we wie dat we naar wie moeten doorverwijzen? Ik denk dat een heel groot stuk van die samenwerking afhangt van eigen initiatief. Zowel van de artsen, maar ook van de psychologen. Psychologen hebben zich tot nu toe redelijk stilgehouden, om het maar zo te noemen. Wij zijn gewoon om te luisteren, maar we mogen op sommige momenten ook onze mond open trekken. Een van die zaken is, ik heb een aantal collega's die een soort van psychologenlokgroep dan in hun regio hebben ontwikkeld, eigenlijk om samen te komen. Zodat ze zich ook kunnen kenbaar maken naar de artsen uit de regio en op die manier de samenwerking te versterken. Verdere bedenkingen die ik had en die een beetje aansluiten bij de bedenkingen van Jan, zijn dat ondanks dat inderdaad wij ons kunnen presenteren en dat de artsen dat appreciëren en dat wij in de feedback en de verslagen een betere samenwerking kunnen bekomen, zitten we met één probleem. Eens dat de doorverwijzing op gang komt, stuiten we op het probleem van de terugbetaling. Want heel veel mensen gaan desondanks liever naar een huisarts of naar een psychiater om naar een psycholoog nu eenmaal. Eigenlijk kosten wij niet veel geld, mijn loodgieter is duurder. Maar desondanks kosten wij voor de mensen die bij ons op consult moeten komen immens veel geld. En zolang dat die regeling niet doorgetrokken is, dan kan er inderdaad een goede doorverwijzing geregeld worden, een goede samenwerking geregeld worden, een goede op het punt stellen van wie geeft wat.
Zolang dat de mensen na 2 à 3 sessies zeggen van eigenlijk kan ik het niet betalen, tot dat punt zullen wij in hetzelfde cirkeltje blijven draaien. Ik weet niet hoeveel dat de gemiddelde psycholoog in deze zaal als consult aanrekent. Bij ons in de groepspraktijk is dat €50 per uur voor de psychologen, psychotherapeuten en €35 voor de counseling. Dat zijn gemiddelde bedragen, maar ik zie heel veel mensen vertrekken omdat ze zeggen ik kan het niet betalen. Dus dat probleem moet geregeld worden, want anders kunnen we nog heel veel van deze congressen organiseren en daaraan participeren, maar dan verandert er niets. En een warme oproep om ons te verenigen en om ons te laten horen. Laat dat zijn in een beroepsvereniging, laat dat zijn in een kleinere vereniging, maar alleszins verenig u en laat alsjeblieft uw stem horen. Kom uit de stoel van de luisteraar en voor één keer verhef uw stem alsjeblieft. Voilà. Maintenant, je donne la parole à Madame Liba Yolande. Oui, bonjour à tous. Je voulais surtout moi insister sur quelque chose que j'ai peu entendu ce matin, qui était le contenu de notre communication avec les médecins généralistes en tant que psychologue. Et je pense qu'elle doit commencer cette communication dès le début d'une prise en charge, parce que nous avons aussi un rôle essentiel au niveau de l'affinement du diagnostic du patient qu'on nous envoie, et aussi des objectifs de la prise en charge, qui peut être modifiée et qui peut être intéressante aussi. Je pense qu'on fait peu ça, et que c'est vrai que, bon, soit par téléphone, soit par courrier, on ne collabore pas assez, en privé en tout cas, à cette précision du diagnostic pour lequel le patient nous est envoyé. On passe parfois à côté, je pense, de gros problèmes de santé mentale parce que la demande première était assez basique et donc peu élaborée. Je pense aussi que durant un traitement, il est important d'évaluer l'efficacité de ce traitement. Et je pense que le monsieur qui a parlé de la Hollande tantôt a parlé d'un questionnaire que certains psychos utilisent. Et donc c'est vrai que régulièrement, une demande qui est importante, et je pense pour les généralistes, c'est de savoir si le traitement qu'on propose à nos patients est efficace et aide le patient. Il est évident que ma pratique à moi est assez particulière, et donc pour revenir au contact facile avec les médecins généralistes, c'est vrai qu'en maison médicale c'est beaucoup plus facile, puisqu'il y a une réunion, puisqu'on se rencontre, il y a la pause café, comme on a parlé tantôt, mais c'est vrai aussi qu'on pourrait le développer ailleurs. Et en privé, je pense que là, il faut vraiment l'entretenir. Il faut vraiment se consacrer un peu de temps, téléphoner aux généralistes pour leur dire, ben voilà, votre patient va-t-il mieux, pas mieux? Est-ce que vous avez beaucoup de plaintes? Est-ce qu'il vient chez vous? Est-ce qu'il a l'impression qu'il avance, qu'il n'avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi dire que l'origine des patients, évidemment, nous prenons en charge en maison médicale pour des raisons financières essentiellement et en privé, n'est pas la même. Donc moi, c'est surtout là-dessus ma réflexion. Je pense qu'effectivement, ces aspects-là pourront répondre aux problèmes de lisibilité, de la méfiance qu'on peut avoir par rapport à des psychologues et des psychothérapeutes aussi. Dans ma pratique professionnelle aussi, moi, j'ai, depuis de nombreuses années aussi, essayé d'associer les familles ou les conjoints. Régulièrement, des patients nous demandent ça, que ce soit même à l'hôpital ou ailleurs, mais même en privé, de pouvoir expliquer ce que c'est la maladie, ce que c'est, pourquoi ils viennent ici, pourquoi ça va pas si vite que ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de baguette magique, parce que je pense que personne n'en a. Et pourquoi il faut du temps pour que les choses avancent. Je pense que c'est aussi une dimension importante. Il ne faut pas laisser l'entourage, ni que ce soit des spécialistes ou la famille sur le côté. Voilà. Avant qu'on passe aux questions, d'abord un petit résumé. Mon rôle de modérateur est un peu de synthétiser ce qu'on vient d'entendre et de peut-être vous donner un appât à lancer la discussion. Ce que je viens d'entendre ici, c'est d'une page une grande ligne rouge qui nous fait part du grand message que il faut parler entre nous. Si on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on peut attendre l'un de l'autre. Vandaar de opmerking ook van
De huisarts verwacht een totaal andere therapie of een totaal andere aanpak dan wat de psychotherapeut of de psycholoog met die patiënt aan het aanvangen is. Het is toch onbegrijpelijk dat ze dit aandoen aan uw patiënten. Vandaar de link naar de communicatie. Hoe elkaar beter leren kennen, hoe elkaar introduceren. Een lokgroep van psychologen, psychotherapeuten die langsgaat bij de lokgroep van de huisartsen. Een introductie via een groepspraktijk. Daar zit al een belangrijk element van hoe communiceren we met elkaar als we elkaar nog niet kennen. Tweede element, het is een groeiproces. Het is een duidelijk groeiproces dat zich alleen maar kan verbeteren door effectiever te investeren en er tijd voor vrij te maken. In Maison Médicale, ça a l'air d'aller plutôt aisément de parler entre soi. En privé, il faut effectivement prendre le temps de se libérer de l'ordre du jour et de faire le feedback l'un vers l'autre. Et on a entendu que la ministre n'est pas là, mais les représentants, les adviseurs de la ministre sont bel et bien ici. Et le fait que la SPF organise ce colloque, c'est qu'effectivement, il y a une volonté d'aller de l'avant. Et je ne vais pas vous faire des promesses, mais si on veut aller de l'avant, on doit parler argent et on doit parler mutualité et autres. Donc, trois grandes lignes, comment se trouver l'un l'autre, comment se comprendre l'un l'autre et comment placer le patient, qui est notre but final, à sa place, donc qui est le patient, et ne pas devoir interrompre une thérapie pour cause financière. Trois grands thèmes que j'ai reconnus moi ici. Je passe la parole au président et the floor is yours. Donc, je présume que maintenant, ik denk dat we dus nu kunnen overgaan tot de vragen. Ik sluit mij inderdaad aan bij wat de samenvatting van meneer Van Araura gezegd is. Ik denk dat voor een stem die misschien niet gehoord is hier, is die van de solo-huisarts, alhoewel vanmorgen is er daar toch een stukje over gesproken. In niet-stedelijke, in meer plattelandsgebieden zien we toch dat de communicatie nog moeilijker loopt, dat elkaar leren kennen ook nog moeilijker gaat. En ik denk dat inderdaad elkaar leren kennen, met elkaar leren communiceren en maken dat de patiënt, ik zou zeggen, zijn therapie krijgt, dat de belangrijke boodschappen zijn. Aan jullie de vragen, ik weet niet wie. Ik heb een vraag voor dokter De Lepelaere. Hoe de consensus tot stand komt tussen de artsen en de psychologen over welke vorm van therapie zal aangehaald worden? Hoe verloopt dat? Dus je hebt een bepaalde diagnosestelling vanuit de artsenpraktijk. En dan heb je ook waarschijnlijk een kijker van de psychologen. Hoe verenigen ze? Dus de psychologen met elkaar, van wie gaat wie opnemen? Of hoe gaan jullie artsen doorverwijzen naar deze of geen psycholoog? Ik denk, u spreekt vanuit, er is een bepaalde diagnose en dan wordt verwezen. Ja, misschien hebben wij zelfs helemaal geen diagnose. We zien een probleem en we voelen dat we daarmee vastlopen. We vragen aan de psycholoog, kan u dat wat verder uitklaren? Welke therapie dan eventueel gekozen wordt. Ik denk dat dat een gradueel proces is, waarbij dat nog eens voor een grote groep patiënten het hebben van een aantal gesprekken die explorerend en verklarend zijn, vaak al voldoende is. En hoe het bij ons gaat, is dat wanneer die psycholoog dat proces dan afsluit, hij ons laat weten, kijk, dit is mijn visie daarop. En ik heb dit voorgesteld. En dat kunnen dan verschillende scenario's zijn. Ofwel, ik ga met deze man of deze vrouw een eindje verder. Ik start een psychotherapie voor kortere of langere tijd. Dat blijft dan meestal nog een beetje in het midden. Of ik denk dat die persoon gebaat zou zijn met deze of gene aanpak. En meestal doet hij dan een suggestie of wordt er dan eens getelefoneerd of gemaild. Maar als we mailen met, doe dat alleen met initialen van patiënten en hoogstens een geboortejaar, om daar toch geen
problemen mee te krijgen. En dan is het een heel belangrijke kwestie om zicht te krijgen op wat men dan noemt die sociale kaart van die psychologische hulpverlening. Want dat is vanmorgen ook al aan bod gekomen. Het is voor huisartsen heel moeilijk om zicht te krijgen op welke therapeut wat doet en welk probleem met welke therapie het meest gebaat is. En als ik het hoor van mijn echtgenoten, als zij verwijzingen krijgen, dan is eigenlijk het mechanisme, een huisarts zoekt iemand waaraan hij kan verwijzen. Hij heeft er iemand gevonden die heeft leren kennen, die een paar patiënten goed geholpen heeft en in één keer wordt hij daar naartoe gestuurd. En dan krijg je iemand die eigenlijk een gedragstherapie nodig heeft, die bij een psychoanalytisch georiënteerde therapeut komt en die komt dan terug en zegt, dokter, dat gaan ze nu. Die mens die zegt niet wat ik moet doen, die zit te luisteren en die zegt niks. Ja, dus, ja, dan is het wel naar de knoppen. Want als ik dan al een goede gedragstherapeut in de buurt zou weten, ik krijg die man daar het eerste jaar, of die vrouw, daar het eerste jaar niet meer terug naartoe. Dus en ik denk dat op het lokale vlak, als we daar wat willen doen, en dat is er al een paar keer aan bod gekomen, ja, dan moeten we elkaar zo wat weten zitten. En dan, dan kunnen die eerste lijnspsycholoog, als ik het zo mag noemen, ons helpen om dat wat mee te oriënteren. Omdat zij dan die verschillende richtingen en mogelijkheden van die psychiaters en andere psychotherapeuten die in de buurt zijn, beter kennen. En het is een beetje zoals, het is morgen ook gezegd, een cardioloog, daar kun je zo een beetje van verwachten. Iedere cardioloog kan een hartinfarct aanpakken en een hypertensie aanpakken. Maar ja, met dit soort toestanden is dat toch wel een klein beetje verschillend. En dat is inderdaad wat de dokter Verkruijsen vanmorgen ook al geschetst heeft in zijn openingstoespraak een probleem. En ik denk dat we daar alleen maar verder kunnen door dat op het lokale vlak te ontwikkelen. Door inderdaad naar allerlei soorten initiatieven te nemen. Ja, dankjewel. Als ik het goed begrijp, is er in feite een ad hoc bijeenkomst naar gelang een bepaalde patiënt doorverwezen wordt. Dat is ad hoc, maar niet systematisch. En het programmeer zou ik zeggen, regelmatig overleg. Wel, ik denk, een ad hoc echt bijeen gaan zitten rond een patiënt, dan moet het al heel... Er zijn natuurlijk, hangt een beetje vanaf, want dat is nog niet aan bod gekomen, maar de setting waarin gewerkt kan ook wel wat doen. Hè. Er is een periode geweest dat die ploeg van mijn echtgenoten in hetzelfde gebouw zat als ik en dat we inderdaad dezelfde koffieruimte deelden. En het is ongelooflijk wat we tijdens de koffie allemaal deden. Hè. Je leert elkaar kennen. En in twee zinnen heb je gezegd, ik heb je patiënt gezien, maar ik ben er eigenlijk niet gerust in. Die is precies een beetje aan het decompenseren. Heb jij hem nog gezien? Hè? Dingen. Maar ik denk dat ook in de opleiding van de artsen kan gediversifieerd worden naar de psychotherapie. Geen psychotherapie is gecombineerd met stages eventueel. Dat daar ook iets zou kunnen gebeuren in de algemene artspraktijk. Ja, dat is juist. Ik kan u daar zeggen dat er is een reductie in de artsenopleiding van 7 naar 6 jaar. Hè? Dus degenen die nu zijn beginnen studeren, de jonge mensen van 18 jaar die nu hun studies geneeskunde hebben aangevat, die zullen daar 6 jaar over doen om hun einddiploma te halen. En dit geeft een hele dynamiek aan de universiteit, van we moeten de zaken hervormen. Dynamiek en reductie, dat wil zeggen gevecht, ieder zijn studiepunten enzovoort. Maar geeft toch ook een aantal mogelijkheden. En we hebben bijvoorbeeld in Leuven, ik kan alleen maar voor Leuven spreken, al een paar keer samengezeten met de psychiaters om te kijken hoe we dat doen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat niet alleen voor huisartsen, maar ook heel wat specialisten bijvoorbeeld, een enig aanvoelen met die materie belangrijk is. En wij denken er dus bijvoorbeeld aan om het eerste jaar van de specialisatie modules aan te bieden, zowel voor huisartsen in opleiding als voor internisten en chirurgen in opleiding. Ik zou best kunnen verdragen dat een aantal chirurgen met deze sector een beetje meer affiniteit zouden hebben. Ik denk dat niemand in de zaal mij zal tegenspreken. Om daar een aantal dingen in te doen. En wat onze universiteit betreft is het zo dat een jaar of 5 geleden in het groot stagejaar er een hele maand van de grote specialiteit is weggevallen om 3 weken opleiding neurologie en 3 weken stage psychiatrie te volgen voor alle studenten. Dus dat is wat ons betreft een grote vooruitgang. Oui, bonjour. J'aimerais intervenir, moi, de nouveau sur la problématique de la communication entre les médecins et les psychologues. Effectivement,
En fait, moi, quand un médecin me renvoie un patient, il ne m'adresse jamais de courrier. Alors, généralement, c'est les patients qui disent « Mon médecin m'a dit de venir vous voir. Mon médecin m'a dit d'aller voir un psychologue. » Mais, bizarrement, le médecin ne se sent jamais obligé de faire un bilan de ce qu'il a fait avec ce patient. Donc, moi, je ne sais pas, je dois m'en rapporter à ce que le patient me dit. J'ai tel médicament, me donne 3 antidépresseurs, etc. Et donc, moi, je dois faire l'analyse de la demande du patient, pas celle du médecin. Donc, à partir de ce moment-là, comment puis-je répondre à une attente, une pseudo-attente du médecin vis-à-vis de ce patient, et en même temps répondre à ce patient? Je vais couper la question en deux. Je vais m'en référer aux deux dames à table et demander, ce qui est peut-être méchant, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de cette lettre de ce courrier? C'est peut-être méchant ce que je fais. Et en deuxième lieu, je vais m'en référer au docteur à table, aux deux docteurs à table peut-être bien, en leur demandant, si vous devez rédiger ce courrier, est-ce que vous savez ce que vous devez mettre dans ce courrier? C'est une question heel stout, ik weet het, maar een kwestie van misschien een beetje animatie te brengen. Wie wil de eerste woord? Ik ga met het gemakkelijkste misschien beginnen. Ik heb al gezegd, het verwijzen is een... Ja, dat vraagt een klein beetje vaardigheden. Hè? Daar hebben we informatie over. Persoonlijk zijn mijn verwijsbrieven vaak redelijk kort, waarbij ik probeer te schetsen in overleg met de patiënt, we bespreken het, is het zo goed, ik laat ook de brieven altijd open, er is niks wat ik schrijf dat ze niet mogen lezen. Maar ik probeer toch te vermijden om mijn eigen interpretatie te veel door te drukken. Want heel vaak ben ik daar verkeerd mee. En als we nu kijken naar die analyses, dat de verwachting of de vraag die de huisartsen stelden totaal niet spoorde met, dan zouden wij kunnen eigenlijk het proces ook een verkeerde richting uitduwen. Dus ik zal verwijsbrieven maken in de zin van, kijk, deze man of vrouw meldt deze problemen, we hebben er dit en dat al mee gedaan. Het was ons idee om voorlopig nog geen medicatie voor te schrijven, maar toch eens even met u te overleggen wat dat er mogelijk is. En laat het voor de rest maar wat open. En dan is het aan de professionaliteit van de psycholoog om dat wat te exploreren. En ik zeg aan de mensen, dit is een opstapje en die mensen die weten wel hoe dat ze u aan de praat moeten krijgen. Oui, je vais peut-être un peu répondre. Je pense que c'est parfois vrai que les médecins généralistes ne nous précisent pas pourquoi et que c'est la parole du patient qu'on entend numéro un. Mais je pense que la communication, si nous avons la compétence, et moi je pense qu'on l'a, et que les études universitaires aujourd'hui permettent aux licenciés en psychologie de vraiment affiner un diagnostic, on va appeler ça psychodynamique, et bien le présenter. Mais je pense qu'il est surtout important, puisqu'on est deux intervenants autour d'une seule personne, d'avoir la même vision, la même analyse. Et si on ne l'a pas d'échanger pour arriver à un échange qui nous permet d'affiner les choses, c'est pas la peine de prendre en charge un patient pour un problème ou pour quelque chose que le généraliste n'aura pas vu. Je pense qu'un trouble bipolaire de type 1, type 2, c'est pas si simple que ça en consultation. À l'hôpital, c'est plus simple de diagnostiquer, mais peut-être que le généraliste, à mon avis, moi, celui avec qui je collabore, est très content d'avoir un apport qui peut être différent et aussi la précision de l'objectif, parce qu'on nous envoie peut-être, les patients ne le savent pas non plus, mais des généralistes nous envoient peut-être des patients avec un objectif bien précis qui n'est peut-être pas le numéro 1, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut mettre en numéro 1. Et je pense que là, il faut avoir un échange, et quand on n'a pas de papier, mais qu'on connaît, on demande à notre patient s'il veut bien qu'on partage avec son généraliste, généralement il dit oui, ou leur psychiatre, c'est de téléphoner, d'échanger et de se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. On ne doit pas partir tout à un être humain, ce n'est pas un feu d'artifice, hein? Enfin, à mon avis. Als ik in de praktijk inderdaad kijk hoe het werkt in de groepspraktijk, in sommige gevallen komen de mensen gewoon met een eigenlijk de simpele mededeling. Mijn huisarts heeft mij gestuurd omdat ik hiermee zit en ik denk dat ik beter bij u terechtkom. En inderdaad,
mensen die ook gewoon op eigen initiatief komen, daar heb ik ook geen doorverwijzing. Daar moet ik ook gewoon aan de hand van open vragen beginnen verkennen wat het probleem is. Sommige huisartsen zijn vertrouwder met de psychologie, met de psychotherapie en kunnen al... Sommige huisartsen hebben ook, omdat ze op die moment de gelegenheid nog niet hadden van een psycholoog te kunnen aanspreken, zelf een kleine vorm van counseling gedaan. Ze zijn heel lang al met die persoon bezig en in zo'n geval schrijven zij vaak van dit hebben we gedaan, dit gesprek hebben we gevoerd, maar ik zou nu graag doorverwijzen omdat ik merk dat deze en deze klachten aanhouden. Wat kan u daar verder mee doen? En dan vragen ze mij vaak om gewoon terug te geven, telefonisch of via een verslag, wat ik met die mensen heb besproken. En allee, zonder op de inhoud in te gaan en wat het plan is voor therapie of geen therapie, opvolging, korte counseling, lange counseling. De meeste artsen zijn daar tevreden mee. Het gaat er inderdaad niet altijd om wat dat de arts op dat moment denkt dat het probleem is en wat, wat de patiënt denkt dat het probleem is. Ik wil gewoon van alle twee horen wat dat de hulpvraag is. Dat is een beetje de realiteit, denk ik. En ik zal ook mijn ervaring delen. Dus ik probeer zoveel mogelijk mensen te verwijzen. In principe met een brief, maar in die brief schrijf ik niet zoveel op. Ik zou zeggen, hetgeen dat belangrijk is, eventueel naar therapie of antecedenten. Over het psychologische gedeelte probeer ik wel aan de patiënt te vertellen wat ik denk dat hij moet vragen. Waarom? Ik merk dat veel patiënten schrik hebben om, ik zou zeggen, een psychdiagnose zwart op wit te zetten. En de veiligheid, en hetgeen dat ik ook uitleg, is van hetgeen dat ze bij de psych gaan vertellen, dat het verhaal op zich voor mij niet belangrijk is en dat ik dat ook niet hoef te weten en dat, ik zou bijna zeggen, jullie beroepsgeheim nog strikter dan het onze is, maar dat ik mij ongerust maak over een aantal van zijn klachten die ik niet kan verklaren op een andere manier en dat ik daarom die hulp zoek. En in de verslaggeving terug verwacht ik ook geen ganse epistels, maar inderdaad van er is een therapieplan, het wordt gevolgd en je zit bij de juiste persoon. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we geen schrik moeten hebben om mekaars lange tenen te trappen, maar dat we alleen maar kunnen leren van elkaar eigenlijk. Ik heb een vraag voor het panel. Er was onlangs in de pers te lezen dat de minister naar analogie met een forfaitair terugbetalingssysteem wat zou bestaan voor patiënten met diabetes en voor patiënten met chronisch nierfalen, in eerste instantie voor patiënten met depressie, hun budget zou laten beheren door de huisarts die daar dan ook bijvoorbeeld een therapeut of een psychotherapeut kan mee betalen. De vraag van het panel is wat zij denken van een systeem waarbij dat de huisarts degene is die betaald wordt, de psycholoog degene is die uitvoert en dat de psycholoog alleen kan werken op voorschrift van een verwijzende arts. Eerste vraag natuurlijk, wat is een depressie? Daar kunnen we nog een flink boompje over opzetten en ik voorspel u dat er dan in ene keer een toename zal zijn van het aantal depressies, net zoals België ook het land is waar dat ongehoord veel in vergelijking met het buitenland oesophagitis type A en B voorkomt. Twee, in Engeland hebben ze dat geprobeerd om de huisartsen de manager te laten zijn, het budgetbeheerder ervan te laten zijn. Persoonlijk zou ik daar helemaal niet gelukkig mee zijn. Ik denk niet dat dat tot mijn kerntaak behoort om daar een soort manager te zijn en wat geld uit te delen. Ik denk dat datzelfde budget dat daar eventueel voor beschikbaar is op zinvolle manieren kan besteed worden. Ik weet niet wat onze syndicaten daarvan zouden zeggen, maar ik vermoed dat zij in dezelfde richting zouden spreken. Het zou ook de eerste keer zijn dat dat zo gebeurt. Dus ik zou me daar behoorlijk ongelukkig over voelen. Ik kan mij ook de bedenking maken dat, zoals Jan zei, binnenkort studeren huisartsen 6 jaar. En kiezen dan eventueel voor zich bij te scholen in de richting van meer zicht op de psychologie. Maar wij studeren minstens 5 jaar. En ik denk, als ik naar de meeste psychologen, psychotherapeuten kijk, dan studeren wij 8 jaar, 9 jaar bijscholing, psychotherapie. Ik ga ervan uit dat wij op dat vlak wel in staat zijn om zelf te bepalen.
of dat iemand een depressie heeft of niet. Ik denk dat we dan ook een discussie gaan voeren die opnieuw zeer pijnlijk wordt. Dat is van, moet de psycholoog onder supervisie werken van de huisarts, de psychiater? Dan kom je opnieuw met de parallel van de paramedische beroepen, zoals dat de kinesist ook op doorverwijzing. En dan kun je natuurlijk discussie voeren hoe de huisarts stuurt door naar de kinesist en de kinesist bepaalt eigenlijk zelf wel merendeel van de tijd wat dat die doet. Maar ik kan ervan uitgaan dat ik mij 5 jaar minstens en misschien 8 jaar of 9 jaar studie het in principe zelf wel kan. En ik wil daar niet mee zeggen dat de huisartsen het niet kunnen, maar dat lijkt mij een pijnlijke affaire. En ik kan op die vraag ook wel een antwoord geven vanuit Nederland. Daar is een poging gedaan een enkele jaren geleden om dit systeem in te voeren. Het systeem betekende dat een huisarts die een hulpverlener, een psy, in dienst zou nemen, die kreeg per ingeschreven patiënt in zijn praktijk een bepaald bedrag extra bovenop het honorarium wat hij had. Dat is absoluut misgelopen op het feit dat huisartsen er niets voor voelden. Ik vind terecht om werkgever te worden, want daar zitten zeer veel consequenties aan vast die ze niet willen. En terecht. Ik had een andere vraag. Of mensen, ik wou eigenlijk graag op 2 aspecten van de inleidingen van het panel reageren. En het eerste was de inleiding van professor De Lepelaere. Omdat ik eigenlijk heel blij ben met uw opmerking dat het niet altijd gaat over, of dat u soms weinig categoriale diagnostiek gebruikt. Want aansluitend bij deze ochtend zou ik er zeker willen voor pleiten om niet constant het woord psychotherapie te gebruiken, omdat dat toch verwijst naar zwaardere problematiek die meer interventie nodig heeft van langere duur en complexer is en over een kleiner aantal mensen gaat. Maar als we het brede gamma van psychologische interventies bekijken, die ook toepasbaar zijn op een vroeger moment in de ontwikkeling voor brede aantallen van patiënten, dan is er geen sprake van de noodzaak aan categoriale diagnostiek. En in de opleiding van psychologen, ik ben zelf hoogleraar klinische psychologie aan de KU Leuven, daar maken we ondertussen, zowel in onderzoek als in het opleidingspakket, werk van. Wij spreken niet meer in onze lessen over, en nu gaan we het hebben over de behandeling van ADHD bij kinderen, natuurlijk wel, maar we spreken eigenlijk veel meer over de onderliggende processen. En een van de vakken, de nieuwe vakken, noemt bijvoorbeeld psychologische problemen bij kinderen, van mechanisme naar interventie. Dat kan gaan over aandachtsproblematiek, dat kan gaan over een probleem van emotieregulatie, dat kan gaan over sociale vaardigheden, maar dan hebben we geen nood aan het stellen van die diagnoses die allerlei negatieve effecten kunnen hebben op wat kinderen als label opgeplakt krijgen. Dus ik zou daar heel sterk voor pleiten en in die zin denk ik dat huisartsen en psychologen, klinisch psychologen op dezelfde lijn zitten. Dat is trouwens ook in onderzoek. Hè. In experimentele psychopathologie heeft men het ook niet meer over diagnoses, maar gaat men kijken naar wat zijn de mechanismen van problematiek ontwikkeling en van remediering. En dan het tweede, wou ik graag aansluiten bij u, mevrouw Willow, want ik ben ook absoluut overtuigd dat die barrière van die financiering een hele grote is. Heel lang geleden heb ik samengewerkt in de huisartsenpraktijk van de UIA, waar we daar al het probleem hadden. Nu in de federatie heb ik al 3 keer meegewerkt aan een wetsvoorstel over de reglementering van de beroepen van klinisch psycholoog, psychotherapeut. En nu van de middag vroeg iemand, zei het optimistisch over wat er nu op komst is, wat er nu leeft. En eerlijk waar, ik ben van nature een optimistisch persoon, maar ik ben het in dit geval zeker niet. We moeten weer helemaal terug naar af, want het gaat over de psychotherapie, terwijl dat eigenlijk een act is en nog niet echt een beroep. Bovendien hebben we hoeveel tijd? 2 jaar? Of nog niet eens. Wetgevende initiatieven vragen veel meer tijd. Dus ik ben niet zo optimistisch, maar niettemin zullen we toch wel weer ons best doen. Ik wil nog heel eventjes op inpikken op het eerste lijnscongres van minister Van Deurzen. Dat is dan voor de Vlaamse gemeenschap. We hebben daarom ook heel duidelijk gesproken over de psychologische functie. Ik denk dat dat verstandig is. En ten tweede,
voor de mensen van het federale beleid dan hier. Er lopen in Vlaanderen op dit ogenblik 6 experimenten met betrekking tot de eerste lijns psycholoog. We weten nog niet wat dat gaat geven, maar het is misschien ook boeiend om daar naar te kijken, wat daaruit geleerd wordt. En aansluitend daarop, als u spreekt over de nood, en die is inderdaad extreem hoog. En ik ga ook, aangezien dat iedereen reclame maakt, ga ik dat ook even doen. En ik maak eigenlijk geen reclame, ik pleit gewoon voor een beroepsvereniging. Dat hoeft geen taalkundig gebarrière beroepsvereniging te zijn, dat mag de VVKP zijn, dat mag de BFP zijn. Maar vanuit onze organisatie is er vanaf dit jaar iemand aangenomen om op het kabinet meer te gaan pleiten dat inderdaad de term psychotherapie momenteel even aan de kant moet geschoven worden. En dat we al moeten beginnen met respect op te brengen voor mensen die al minstens 5 jaar op de NIF zitten en dus eigenlijk gewoon psycholoog zijn. Maar dat je met gewoon psycholoog te zijn al een heleboel kan bereiken. Dat is de eerste stap. Zolang dat psycholoog en psychotherapie niet wordt gescheiden, vrees ik dat deze discussie extreem lang gaat duren. Dus... Het enige nadeel is, dat kan niet met alleen vrijwilligers. Daar moeten mensen achter staan, daar moet geld achter zitten. We hebben dat nu geïnvesteerd, het is een gok. Maar ik denk dat er een is die we echt wel nodig hebben. Dank u. Je pense qu'il est important effectivement que ce soit le titre de psychologue qui soit reconnu et que c'est celui-là qui doit ouvrir la porte. Et tant qu'on va tout mélanger, on ne va pas y arriver, on n'a jamais ouvert une seule porte. Il y a 30 ans, moi que je suis psychologue, il y a 30 ans qu'on n'ouvre pas cette porte-là. Justement parce qu'on mélange les deux choses, c'est-à-dire les interventions de première ligne et vraiment, alors la psychothérapie qui est encore autre chose, occupée d'une branche à part. Mais tant qu'on fera ça, on n'avancera pas. Et tant que Madame la Ministre n'entendra pas qu'il y a déjà une action, on va dire, de psychoéducation ou de santé basique au départ chez les psychologues, ça, c'est celle-là qui doit être entendue si on veut une reconnaissance. Wat denkt? Ik ben Herman Dirks, ik ben psycholoog, al 21 jaar als in hoofdberoep. En ik moet vaststellen dat ik in de loop van mijn carrière in het begin wel heel wat huisartsen gecontacteerd heb, daar actief rond gewerkt heb. In de loop der tijden heb ik meer en meer werk gekregen en ben ik dat beginnen verwaarlozen. Dus ik kan best begrijpen dat huisartsen eigenlijk klagen daarover, over te weinig feedback. En ik vraag me af, zou het niet interessanter zijn om prioriteit te geven aan het financieren van samenwerkingsvormen, om samen te komen, dat er daar middelen voor voorzien worden om dat te stimuleren? Zou dat niet interessanter zijn om daar eerst meer werk van te maken? Ik weet niet wat dan jullie daarover denken. Ja, ik weet niet wat je juist bedoelt, het financieren van samenwerken en samenkomen. Ik ben een beetje voorzichtig als het gaat over samenkomen. Het is natuurlijk leuk om samen te komen en leuke dingen samen te doen. Maar dat vraagt natuurlijk ook tijd. En wanneer we dat bekijken vanuit onze stoel, is het zo dat in heel wat sectoren men verwacht dat de problemen opgelost zijn met een betere communicatie. En dat die communicatie impliceert dat je elkaar ontmoet. We spreken over het multidisciplinair oncologisch consult, het multidisciplinair overleg in de palliatieve thuiszorg, het gewone overleg in complexe thuiszorgsituaties, enzovoort, enzovoort. En we hebben dan een keer opgeteld van wat dat allemaal betekent. En ja, straks zijn we een hele week aan het vergaderen en is er dan geen tijd meer om de patiënten te zien. Dit gezegd zijnde kan dat natuurlijk een onderdeel zijn van een proces van samenwerking. En ik zou het zeer aangenaam vinden om een aantal mensen die we hier vandaag ontmoet hebben verder na te denken over hoe we die samenwerking zien en hoe bijvoorbeeld de rapportering moet gebeuren. Hoe ook bijvoorbeeld we omgaan met het gedeeld professioneel geheim. Hè? Want een aantal psychologen rapporteren niet omdat hen geleerd is. Nee, nee, dit moet je niet vertellen. Dit is wat die patiënt u heeft toevertrouwd. En eerlijk gezegd, ik ben ook niet geïnteresseerd, soms zelfs meer gehinderd als ik het weet dan niet, om heel de verhalen te kennen. Hè?
Het is zoals Reski daarnet zei, van een korte rapportage waarbij dan gezegd wordt, dit is onze inschatting, dit is wat we gaan doen. We denken daar zoveel tijd voor nodig te hebben, voor zover dat we het nu zien en er geen complicaties zijn. Dit is wat wij van u verwachten, huisarts, dit is wat je misschien zeker niet zou doen. Bijvoorbeeld, wij kunnen een aangangzijnd proces met ene penetrek soms de grond inboren door iets te doen waarvan we zelfs niet weten dat dat... dat het niet past in het schema dat de therapeut voor zich heeft. En dan de eventuele verwachtingen die er zijn naar communicatie. Het zal eigenlijk iets meer lagig zijn, waar dat we een beetje van alles moeten hebben. Lokaal elkaar leren kennen, lokaal samenwerken. Dat af en toe wel eens een keer inderdaad een samenkomst kan doen. Wij doen dat bij ons in de regio door één keer per jaar effectief een gezamenlijke bijscholing te doen met die ploeg aan de andere kant van de straat. Wat dan eindigt in een gezellig etentje en een drankje. En dan wat op professioneel niveau tussen de beroepsgroepen verdere afspraken maken. En dan denk ik dat we ver kunnen komen. Je suis un petit peu déçu par rapport à ce que j'entends, j'ai entendu aujourd'hui, et notamment par rapport à la question que on est constamment, chacun est en train de défendre sa chapelle et chacun est dans son clan, etc. Et que la division des uns et des autres, et notamment par rapport à la reconnaissance par rapport à ceux qui ont des diplômes de psy, d'avoir fait 5 ans, etc. Moi, je suis assistante sociale, je travaille depuis plus de 20 ans comme travailleur social. Et que la question dont on a soulevé ce matin par rapport à la question des généralistes, les services sociaux la confrontent au quotidien. Donc, ça n'est pas la question médicale, effectivement, mais il y a tout ce qui est la question psychosociale. Et donc, c'est également, au même titre que les médecins généralistes, nous sommes confrontés à des difficultés, à des problèmes. Et nous travaillons également en partenariat avec des médecins, et beaucoup dans le cadre des maisons médicales, où il y a un travail, effectivement, de coordination et de partenariat. Et que, en tant que travailleur social ou kinésithérapeute ou artiste qui par la suite décide de faire de la psychothérapie, fait une formation de 4 ans, 5 ans, plus tout le travail personnel. Donc c'est un travail également que les psychologues ne font pas. Ils ont leur diplôme, ils sortent en... ils ne font pas de travail de psychothérapie pour eux-mêmes. Il n'y a pas un travail personnel. En tous les cas, dans la grande majorité des étudiants en psychothérapie, des psychologues, quand ils sortent, ils sortent avec un diplôme, effectivement, de capacité théorique, etc. Mais il n'y a pas un travail qui est fait sur... Excusez-moi de vous interrompre, mais disons que le thème de ce workshop ici est la communication entre généralistes et patients. Oui, mais la discussion que vous soulevez... croit qu'il y a un problème, je dirais, interne au groupe psy et que quelque chose que le groupe psy doit résoudre. Mais la question, effectivement, du lien et de la relation fait partie, effectivement, et que la psychothérapie concerne également des personnes qui ont fait des formations et le travail en lien et en relation avec les médecins concerne également les psychothérapeutes et pas seulement les psychologues. Et donc, je voulais également soulever la question par rapport à la relation entre psy et médecin, mais également la question sociale est là, puisqu'on dit que la problématique de la personne, c'est dans la globalité et que ça n'est pas seulement le médical ou le psy, mais il y a également la question du social et ça a aussi son importance. Et ça aussi, ces difficultés au niveau financier et autres, comme on le sait, je crois que je ne dois pas aller plus loin. Ja. Ik denk voordat we te veel in een bepaalde polemiek gaan, ik denk dat mevrouw gelijk heeft, maar dat die punten effectief al wel aangehaald geweest zijn. We hebben hier duidelijk aan tafel gehoord dat de patiënt in zijn somatische context moet geplaatst worden. En het feit dat we die in die context gaan plaatsen, dat het dan in een privépraktijk is, of in een groepspraktijk, of in andere, dat daar het financieel kader
rondkomt en dat de huisarts daar als de beheerder van heel het dossier gaat spelen. Of dat de psycholoog of psychotherapeut dat gaat beheren. Of dat daar en maison médicale, qui a une assistance sociale, qui est liée au groupe. Je ne pense pas que ça fasse la discussion d'aujourd'hui. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de facettes qui sont importantes dans la mise en position centrale du patient. Mais je propose de continuer sur la discussion entre le lien médecine générale. Il y a beaucoup de questions. Mais il y a déjà quelqu'un qui a un micro de ce côté-là. Bonjour. Il y a déjà quelqu'un qui a un micro. Donc bonjour, je suis psychologue, psychothérapeute depuis 10 ans en cabinet à temps plein. Et donc je collabore avec des médecins, c'est plaisant vraiment d'être en relation pluridisciplinaire. Maintenant, c'est plutôt dans la manière aussi dont ça se passe. Et c'est vrai qu'il est parfois bien difficile de penser comment communiquer un retour au médecin, étant donné que nous n'avons pas de langage commun dû à nos disciplines, et que lorsque, par exemple, une demande m'est envoyée, eh bien, il y a un suivi qui se fait avec le patient. Je suis thérapeute d'inspiration analytique, donc parfois ce sont des thérapies qui durent, qui ont un certain rythme, qui durent dans le temps. Et donc, ce qui peut en tout cas être difficile, c'est comment communiquer un retour au médecin, étant donné que dans une thérapie, il se passe beaucoup de choses complexes, et donc il peut y avoir des phases de déconstruction où le patient est encore plus mal pendant un certain temps, il déconstruit pour pouvoir reconstruire. Je trouve qu'en même temps, les interactions sont fondamentales parce que parfois, c'est nécessaire, par exemple, que le médecin sache que le patient est en train de traverser une phase plus déstabilisante dans la thérapie, qu'il puisse prendre un antidépresseur ou qu'il puisse avoir la figure aussi du médecin comme une figure rassurante, sécurisante dans ce moment-là, c'est vraiment important. Mais j'ai l'impression que peut-être, effectivement, plus que d'être au courant vraiment précisément de l'approche du thérapeute, parce que ça c'est vraiment compliqué, d'autant plus qu'entre thérapeutes déjà, c'est pas toujours facile de s'entendre. C'est une question de relation humaine à relation humaine. Et donc, avec les médecins avec lesquels je collabore, ce qui donne en tout cas relation de confiance, c'est qu'on puisse effectivement échanger, partager le sentiment et penser le patient ensemble. Après, l'approche, ça c'est mon domaine, je vois comment voilà, j'essaie de sentir le patient, et ça change selon chaque patient. Mais de penser le patient ensemble, de partager les sentiments que l'on a par rapport à nos entrevues que l'on a l'un l'autre, ça effectivement, ça me semble vraiment intéressant. Et juste pour réagir par rapport à la lettre du médecin au départ, est-ce bien à nous, aux médecins, aux psychologues, aux psychothérapeutes, à décider de faire une thérapie? Enfin, moi j'ai un sentiment que ça désapproprie le patient de son suivi. Est-ce que ce n'est pas à lui de donner sens à la démarche qu'il est en train de faire? D'ailleurs, c'est un peu questionnant, des patients ou des adolescents qui sont envoyés par des parents, où l'adolescent dit bah oui, c'est maman qui veut que je vienne. Oui, mais est-ce que ça a du sens pour lui? Parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Si c'est juste venir parce que le médecin indique que, ben voilà, il y a tout un temps là aussi qui est vraiment important pour que le patient puisse s'approprier la séance, s'approprier l'espace et en faire quelque chose. Donc, est-ce vraiment à nous d'en décider? Peut-être pas, me semble-t-il. Voilà, mais je suis très contente qu'il y ait ce colloque. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir collaborer et communiquer davantage. Et tout cela pour penser le patient. Ça me semble important. Voilà. Je dirais, on va encore avoir 4 ou 5 réactions. Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Donc, je proposerais que vous nous bombardez avec
ces réactions et que nous, à table, on essaye de synthétiser à ce moment-là. Alors, j'y vais. Alors, d'abord, mes deux, trois premières remarques pour le docteur Deleclerc. Puis après, deux ou trois remarques pour le collègue. L'intitulé sera très très bref. Je ne suis pas psychanalyste, donc je vais aller très rapide. Et puis, madame Libin, vous avez dit qu'il était important de voir effectivement que les médecins connaissent, et puis les patients aussi connaissent, la distinction qu'il faut faire entre psychiatre, psychothérapeute, psychologue clinicien, psychanalyste. Et donc là, Monsieur docteur Delpierre, vous avez commencé votre introduction en disant « Nous communiquons beaucoup avec des psychologues, et d'ailleurs moi-même je suis marié avec une psychiatre. » Il y a une différence entre psychologue et psychiatre, ils sont complémentaires, mais ils ne font pas vraiment la même chose, même au niveau de la psychodiagnostic, oui, et pas au niveau du traitement du patient. Le psychiatre a une approche plutôt médicale, biologique, le psychologue aura plutôt une approche psychothérapeutique. Mais on va revenir là-dessus, enfin, vous pourrez réagir tout à l'heure si vous voulez bien. Alors, pour ce qui est de la diagnostic, elle n'est pas seulement nécessaire, mais elle est absolument indispensable. Car elle oriente vers le type d'intervention, qu'elle soit médicale ou psychothérapeutique, médicale pour le médecin, psychothérapeutique pour le psychologue. Et donc, il y a une orientation, un traitement idoine. Donc, le diagnostic est absolument indispensable. On en a besoin pour savoir ce qu'il faut faire après. Alors personnellement, j'avais parlé de la relation, de comment le psychologue, enfin il faut connaître le psychologue chez qui on va envoyer son patient. Excusez-moi, je trouve personnellement c'est un petit peu paternaliste, parce que, enfin, qui suis-je moi pour décider quel sera le meilleur psychologue pour mon patient? Alors personnellement, moi je préfère être traité par un médecin compétent, que par un médecin sympa. Et je trouve que le médecin ou le psychologue compétent est celui qui atteint le plus efficacement et le plus rapidement possible l'objectif thérapeutique de son patient. Mais dans la quatrième remarque, c'est on pourrait améliorer le concept des groupes Balint. Les groupes Balint existent depuis les années 50, 40, quelque chose comme ça. Et on pourrait les faire évoluer, faire justement des groupes Balint qui associeraient des psychologues et des médecins. Et non pas juste des médecins. Le groupe Balint, c'est essentiellement des médecins qui se réunissent. Voilà, alors maintenant pour le panel, c'est trois petites questions. Se parler, entre médecins et psychologues, évidemment. On peut communiquer, mais chacun selon sa compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le psychologue n'a pas à faire ce que les médecins lui demanderaient de faire, mais ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, c'est, à la demande de son patient, amener son patient au soulagement et ou à la disparition du trouble qui requiert sa compétence. À quel type de psychologue ou de psychothérapeute, encore deux trucs, de psychothérapie envoyer? Écoutez, il s'agit de choisir son paradigme. Si son paradigme est le paradigme scientifique, eh bien on ira choisir des psychologues dont la formation est une formation scientifique et qui ont été formés à des approches thérapeutiques validées par la recherche. Dernière remarque, il y a une définition de la dépression dans le paradigme scientifique, elle figure dans le DSM-4. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, merci. Moi, je voulais juste exprimer une inquiétude parce que pendant les pauses, je me suis beaucoup entretenu avec des personnes qui étaient là et le hasard a fait que je ne suis tombé que sur des psychologues. Et je me suis demandé si ce symposium était destiné aussi, enfin, si les médecins ont été aussi invités. Et s'ils sont invités, il n'y aura-t-il beaucoup dans la salle, si ceux-là qui lèvent la main, je vois. Levez le doigt ceux qui sont médecins. Merci beaucoup. Merci. La première chose, je pense, je ne sais pas si on entend. Au niveau du médecin, concrètement, moi je trouve que quand le médecin écrit un petit mot, même s'il n'y a rien dedans, ça nous donne la permission en tout cas de lui répondre. Donc moi en tant que psychologue, ça m'est arrivé par exemple si un patient me dit voilà c'est un doctorat tel qui m'envoie, d'essayer de rappeler le médecin et on a parfois l'impression de tomber comme un cheveu dans la soupe, il ne s'y attend pas, il n'a pas l'habitude et donc s'il met un petit mot, ce qui arrive très très rarement, j'en ai eu un ou deux, ben là on a vrai, même s'il n'y a rien dessus, hein, au niveau du contenu, que c'est simplement, ben voilà, je vous confie tel patient qui est sous certificat médical ou qui est sous antidépresseur, ben voilà, on a déjà une idée.
Alors au niveau, donc ça facilite déjà, je trouve, le dialogue et la place qu'on nous laisse. Au niveau de la déconstruction pour reconstruire et que le médecin soit prévenu de ce processus, moi personnellement, ça me fait peur, très peur, ce genre d'argument. Je pense qu'il y a assez de preuves scientifiques maintenant qui disent et qui vont dans le sens qu'on n'est pas obligé de passer par une phase où on va plus mal pour aller mieux. Et donc je pense qu'on peut vraiment aller mieux directement. Il y a les thérapies centrées, orientées, solutions. Il y a le regard sur le traumatisme. Enfin, on voit des liens, par exemple, entre les émotions. Si j'ai un problème à l'heure actuelle et que mon moral qui est en baisse, je vais me souvenir de choses négatives. Si je réussis quelque chose maintenant, les souvenirs qui vont venir vont être des souvenirs de réussite. Inversement, on peut recréer des souvenirs, on peut aller activer des souvenirs de réussite pour remettre le patient assez rapidement sur pied. Donc ça, c'était les arguments qui me font peur. Nos disputes internes sont catastrophiques parce qu'effectivement, il y a un projet de loi. Moi, je suis étonnée que ce matin, on n'en ait pas été plus explicite. Moi, j'ai trouvé un article du soir sur le site de Mme Onkelins, donc je suppose qu'elle est d'accord avec, puisqu'elle l'a laissé sur son site, qui explique effectivement que le projet va se faire assez vite. Et on connaît Mme Onkelins, quand elle fait les choses, c'est une qualité, elle les fait, elle va droit au but. Maintenant, parfois, ben voilà, il y a des effets collatéraux. Et donc, je suis étonnée de voir qu'on n'est pas informé de ce qu'on nous prépare. Alors, on a pu discuter ici, on a constaté qu'on se disputait, qu'on n'a vraiment rien. Donc, il faudra, je pense, qu'on lui donne un argument pour avancer tête baissée dans son projet. Et le projet, c'est quand même qu'on soit subordonné au médecin. Ça, je pense que si on ne veut pas cette subordination-là, je pense qu'il faut peut-être absolument essayer de s'unir ou en tout cas de partir de ce qui existe, c'est-à-dire de ceux qui sont reconnus, les psychologues reconnus à défaut, et puis on ouvrira les autres portes après, mais de partir de ce qui existe pour dire quand même ce qu'on veut et arriver avec des propositions solides, vite, parce qu'elle va aller vite. Et je ne sais pas s'il y a... Moi, j'ai pris connaissance de ça il n'y a pas très longtemps. Donc je ne sais pas s'il y a des groupes de travail, je ne sais pas s'il y a moyen de faire entendre sa voix autre part qu'ici, mais en tout cas, je pense que là, on aurait intérêt à réfléchir. Donc on est en train de tourner autour du pot, et on noie le poisson, et je pense que le vrai sujet n'a pas été abordé. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Oui, alors, voilà, je suis psychologue, psychothérapeute. J'aurais une question pour Madame Lubin, qui a parlé de l'intérêt de l'importance de communiquer avec les médecins lorsqu'on reçoit un patient et qu'on fait un retour. Alors, que considérez-vous être la limite du secret partagé, puisque ce secret partagé vient un petit peu résoudre le problème du secret professionnel que Monsieur de Lefebvre a évoqué tout à l'heure, enfin, selon moi. Alors, voilà, quelles sont les limites? Enfin, pour moi, je crois qu'il y a deux éléments importants. Il y a l'aspect légal, mais il y a peut-être aussi l'aspect respect du patient. Enfin, il y a d'abord l'aspect légal. En droit pénal, le secret partagé est très bien défini. Je pense que les médecins le connaissent très, très bien et ceux qui font des expertises le savent aussi. Entre professionnels, le secret partagé, l'important, ce n'est pas de partager la parole du patient, c'est partager la conclusion qu'on en a. Si on a un diagnostic différentiel, il faut pouvoir le partager avec un patient. Si on a une évaluation d'un traitement qu'on estime qui est installé depuis longtemps et qui ne donne pas de résultats, il faut aussi pouvoir en discuter. C'est évidemment pas échanger les clients en longueur. Je crois qu'aucun truc. Maintenant, le secret partagé, mais c'est peut-être parce que ma pratique hospitalière est là aussi derrière, c'est quand même une notion qui est quand même assez vague. Et vous savez que nous sommes même maintenant obligés de dénoncer les faits d'abus sur des enfants. C'est une obligation qu'ont les psychologues. Ils ne peuvent plus garder ça secret. Ils pourraient être poursuivis comme étant co-auteurs des faits. Pour ceux qui s'occupent d'enfants, c'est quand même une dimension assez particulière aussi. Donc moi, je crois que le secret partagé, c'est comme dans toutes les professions de la santé. Il faut savoir ce qu'on en fait, mais ce n'est pas nécessairement donner nos entretiens, ni la méthode thérapeutique, ce qu'on a découvert. Mais je trouve que c'est important pour un moment donné, puisque le patient, il se réveille à plusieurs personnes, il ne se contente pas que de nous généralement. Il va chez son généraliste qui lui dit tiens, comment ça va avec Madame Liébin? Est-ce que tu évolues bien? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as repris ton travail? Combien de gens en dépression? Vous savez que moi aussi, toutes les médecines de contrôle ont
des échéants. Vous savez qu'une dépression, c'est autant de semaines. Il faut mettre les gens en train. Si on doit justifier à un patient, on dit non, ça ne va pas, ou bien il y a un problème, il faut pouvoir le justifier. C'est le médecin qui va le justifier. Ce n'est pas nous. Hein. En première ligne, on ne va pas le faire. Hein? Voilà, ça, c'est la différence. Voilà, j'espère. Laatste vraag, dernière question. Ja. Ja, ik had nog een vraagje, want eigenlijk gaat het hier de ganse tijd over de patiënt en eigenlijk zijn we allemaal specialisten die met de patiënt werken. Dus eigenlijk de communicatie vind ik tussen de huisarts en de psycholoog, ik ben psycholoog, bij mij verloopt dat heel vlot over de patiënt. De patiënt kan zelf mededelingen doen aan zijn huisarts en als ik of de patiënt het niet voldoende acht of de arts wat er gebeurt, vindt er natuurlijk een communicatie plaats. Maar ik vind dat wij allemaal al veel te veel administratieve dingen moeten doen, brieven schrijven enzovoort. Er moet een stukje vertrouwen groeien. Natuurlijk zich persoonlijk voorstellen, maar altijd een briefje sturen. Ik ben bezig, of de therapie duurt al zo lang, of de arts die moet meedelen. Ik stuur nu een patiënt naar u door. Ik vind dat een beetje overbodig. Ik denk, het gaat over empowerment van de patiënten. Natuurlijk, in heel zware gevallen gaat dat niet. En dan is er vanzelfsprekend dat men de patiënt vraagt en contact opneemt met de arts. Maar anders kan er toch heel veel gebeuren over praten met de patiënt vragen naar zijn arts te gaan, de patiënt mee te delen dat hij in therapie is, dat hij dat weet. En ik raad mijn patiënten ook altijd aan contact op te nemen met de mutualiteiten die moedig zijn. En dat daar aan te klagen dat zij dat deel in de gezondheidszorg niet terugbetaald krijgen. En ik ben van de Duitsstalige gemeenschap. Wij hebben daar bereikt dat in onze regio 3 van de 4 grote ziekenkassen mutualiteiten al een gedeelte terugbetalen voor psychotherapie. Dus ik denk ook via de mutualiteiten kan men proberen dat er toch een tegemoetkoming komt om die financiële barrière een beetje op te lossen. Dus eigenlijk zouden hier ook de mutualiteiten moeten zitten en niet alleen het kabinet onkelings. De laatste vraag. Ja. Ik ga graag tussenkomen met 2 verschillende goedjes op. Een eerste goedje vanuit mijn eigen praktijk. Ik heb 30 jaar praktijk als psychotherapeut en ik werk samen met een neuroloog, een psychiater en nog 2 andere collega's, therapeuten en psychologen, klinische psychologen die testingen en dergelijke ook doen, op zich nemen, dat doe ik niet. Wij werken in 1 gedeeld lokaal en daarbij werken we ook bij ons thuis. En dat betekent dus dat wij alle informatie die wij onze patiënt hebben in het dossier van de neuroloog en de psychiater steken, waar dat wij mee werken en waardoor dus dat we een permanente gegevensuitwisseling doen met deze doorverwijzende artsen. Ondertussen, gewis dat deze praktijk reeds zo lang bestaat, werken de huisartsen heel vlot met deze manier mee en krijgen zij alle informatie die in dat dossier zit via Medibridge naar hen toegestuurd. Dat betekent dus dat ze permanent op de hoogte zijn. Nu ga ik even van goed veranderen. Ik wil toch je aandacht trekken dat er voor het ogenblik toch wel een aantal initiatieven zijn die vanuit de federale en vanuit de gemeenschappen en gewesten naar voren komen. En ik wil je aandacht trekken op bijvoorbeeld Vitalink. De mogelijkheid om tussen professionelen te communiceren. Ik wil je de mogelijkheid geven om eens na te denken en eens goed te gaan kijken over een gedeeld elektronisch patiëntendossier. Jan de Lepeleer is daar heel erg mee bezig. Waardoor dus professionelen, afhankelijk van de informatie die zij nodig hebben en op basis van een identiteitskaart, en dat werkt nu reeds zo, ik moet u daar maar enkel verwijzen naar het project, naar de meer dan 60 projecten die voor het ogenblik lopen in verband met de alternatieve zorgvormen, waar dat dus ook heel wat psychologen in betrokken zijn, en waarbij dus dat je met een identiteitskaart toegang kunt krijgen tot de gegevens van uw patiënten en enkel de gegevens die u aanbelangen. Dat is dus rol gebaseerd, dat is web gedraaid en de volledige regelgeving daar rond ligt vast. Die ligt vast via de privacycommissie die dus bepaald geeft op welke manier wie, de psycholoog, de verpleegkundige, de arts, toegang geeft tot welke dossiers.
Dus vergeet dat niet. Er bestaan nu reeds heel wat zaken die we in de mogelijkheid moeten stellen of in de toekomst in de mogelijkheid kunnen stellen om met elkaar te communiceren. Maar dat betekent, spijtig genoeg mevrouw, dat we nu en dan met elkaar moeten schrijven. Maar wat schrijft, dat blijft. En datgene dat blijft, helpt onze patiënt in zijn geïntegreerde benadering. Onze psychotherapeutische benadering is een geïntegreerde benadering die deel moet uitmaken van wat we daar straks genoemd hebben. Een totaalconcept. Dus we gaan onze patiënt in zijn totaliteit gaan bekijken. Dus bekijk dat ook eens. De privacycommissie is positief ten opzichte van de psychologen. Het is dus zo dat de psychologen die voor het ogenblik in deze pilootprojecten deelnemen, toegang hebben gekregen tot deze informatie. Dat betekent dus dat je als eens gaan kijken op de website van de privacycommissie, je mogelijkheid hebt om in de toekomst ook gedeelde gegevens en gegevens te delen met collega's en andere zorgverstrekkers. Dank u wel. Wenst iemand op vele van de commentaren te reageren? Er is zoveel, ik weet niet hoeveel tijd dat er ons eigenlijk nog rest. Hij is op, voilà, de tijd is op. Dan ga ik mij nog tot één ding beperken. We hebben hier een discussie gehad over, ik heb af en toe de opmerking gehoord over therapiestroming. We proberen al het onderscheid te maken, psycholoog en psychotherapeut. Ik wil één ding, kost wat kost, vermijden. En dat is dat er een totaal zinloze discussie wordt gevoerd over welke therapiestroming de beste is. Waarom? Dat is, ja, we kunnen nog discussiëren totdat de klok stilstaat, maar dat gaat niet werken. Dus wat ik zou willen vragen aan iedereen, ik ben, zoals je hoort, ik ben Nederlandstalig, maar ik heb een Waals lief, dus ik ben echt een Belg. En ik kan maar één ding vragen. Ik zou willen vragen om landstaaloverschrijdend te werken en inderdaad vooral te denken vandaag. Mijn excuses mevrouw, maar vooral vandaag voor de psychologen. Ja, ik verdedig de beroepsgroep waartoe ik zelf behoor. Maar ik zou willen vragen om vanavond naar huis te gaan met het idee om te denken als psycholoog. Als Belgisch psycholoog, want dat is de enige manier dat we onze stem kunnen laten horen. Als we gaan discussiëren over mijn stroming is de beste, dan zijn we opnieuw vertrokken voor een heel lang discours. Een discours dat ons niet gaat helpen als 2014 er een wetsvoorstel uit de bus valt. Dat is het enige wat ik jullie nog wil vragen. En ik hoop dat jullie vanavond met een zaadje van initiatief naar huis kunnen gaan. Alvast bedankt. Je voudrais surtout qu'on soit effectivement sensible. On est en période de crise, comme on l'a rappelé, et donc vouloir le paradis, c'est toujours une envie que nous avons tous. Mais ça sera très difficile de le rencontrer. Mais c'est vrai aussi, et le professeur Hendrix n'est pas là dans la salle à préciser quelque chose. Je pense que c'est important qu'on ait très vite un minimum de reconnaissance pour pouvoir aller plus loin. Si on ne commence pas par les fondations, on ne mettra jamais de toit à la maison. Ik dank u voor uw aandacht. Nu een kleine synthese. Voilà. Si je peux résumer ce que j'ai entendu, moi, qui n'est ni psychologue ni médecin, j'ai entendu qu'il nous faudrait une baguette magique. Je pense qu'on l'a trouvé, la baguette magique. Seul truc qui nous manque, c'est encore le mode d'emploi. Comment agiter la baguette de façon utile et façon constructive. We moeten de patiënt centraal stellen. We kunnen de relatie huisarts, psycholoog, psychotherapeut zien als het centraal stellen van effectief die contextuele somatische klachten die mogelijk een opstap gaan zijn naar een bredere therapie, een grotere, langere verloop binnen de psychotherapie. Ik heb gehoord dat we daarin de patiënt moeten responsabiliseren. Empowerment, dat effectief de communicatie over die patiënt, dat hij ook moet bewust deelnemen aan heel dit proces. Et j'ai entendu une question, communication, où il est important de savoir qui est qui fait quoi, et qu'est-ce qu'on se dit, à quel moment.
Et ça, c'est une relation humaine à construire, à faire, à nourrir d'expérience et à faire évoluer. Et puis, je me tourne vers les psychologues ici, présents, et je dis, OK, on doit responsabiliser le patient, on parle de l'empowerment, mais vous aussi, et ça, c'est la question qu'Anouk nous pose, vous aussi, vous devez vous responsabiliser. Le fait que ce colloque s'est fait, c'est qu'il y a un intérêt. Le service qui vous a organisé ceci aujourd'hui, où votre interlocuteur est Patrick Van Est, s'intéresse à cette facette de la santé. Donc, vous avez une porte entrouverte pour effectivement donner l'input, donner le contenu à ce qui devrait faire le canevas de votre profession. Donc, utilisez cette porte, utilisez l'interlocuteur qu'on vous propose et faisons de ceci, effectivement, la petite baguette magique et commencez à l'agiter. Merci. Juste coffee pause. Maintenant, pause café, coffee pause.